Waarom kunnen we niet één vaccin ontwikkelen tegen alle coronavirussen? Wat zegt de wetenschap? Wel, de prioriteit is nu om vaccins te ontwikkelen tegen deze stam. Dat is de eerste stap, ook om veel sneller te kunnen schakelen. En als we de website bekijken van de Wereldgezondheidsorganisatie, dan zien we dat ongeveer 20 bedrijven of onderzoeksinstellingen klaar zijn met het ontwikkelen van een coronavirusvaccin, heel specifiek gericht tegen deze stam. Op termijn zou je kunnen zeggen van we gaan, als wij mutaties verwachten over een aantal jaren van deze stam en dat we telkens verschillende coronavirussen krijgen, gaan we zoeken naar een deeltje binnen deze virussen dat gemeenschappelijk is. En dan zou je perfect een soort van universeel coronavaccin kunnen ontwikkelen dat dan beschermt tegen verschillende stammen van dit virus. Dat zegt de wetenschap.